Een marketingonderzoeksbureau heeft onderzoek gedaan naar het imago van Tiel onder bewoners van de gemeente Tiel en bewoners van de regio. De gegevens in het onderzoek dienen als bouwsteen voor de stadsvisie. Op basis van de resultaten van het rapport komt samenvattend het volgende beeld naar voren: 70% van de inwoners geven Tiel in het algemeen het cijfer 7 of hoger. 60% van de inwoners van Tiel is er trots op inwoner van Tiel te zijn. kwart van de inwoners vindt Tiel een aantrekkelijke stad om te wonen. Bijna de helft van de inwoners uit de omliggende gemeenten. Komt graag naar de stad. Voor omwonenden is winkelen verreweg de belangrijkste reden om de stad Tiel te bezoeken, gevolgd door ziekenhuisbezoek en bezoek aan familie en vrienden. Sterke punten van Tiel vindt men de centrale ligging in Nederland, het aanbod aan voorzieningen en de ligging aan de waal. Onderscheidend vindt men Tiel op het gebied van evenementen, ligging en omgeving en de kleinschaligheid. Opvallend is dat jongeren tot 34 jaar dit het meest als sterke punt noemen. Als verbeterpunten wordt genoemd het parkeerbeleid en het winkelaanbod. Verder komt door het hele onderzoek een gebrek aan gevoel van veiligheid naar voren. Wanneer concreet wordt gevraagd of men Tiel een veilige stad vindt, geeft 41% van de inwoners aan dat zij dit niet vinden. Bij de omwonenden ligt dit percentage op 29%. Meermalen wordt specifiek opgemerkt dat men 's avonds liever niet alleen op straat in Tiel gaat.